Dag, dames en heren, hier aanwezig in de kerk en ook alle luisteraars thuis. Fijn dat u er hier bent om te luisteren en zelf mee te spelen en zelf mee te zingen in dit bijzondere concert. Ik zou het kunnen noemen een vriendenconcert. Fijn dat we dat zo met elkaar gaan doen. Hier in de zaal heeft u het programma allemaal al ontvangen. We gaan de nummers achter elkaar zo beluisteren, zonder uitgebreide nadere toelichting. We beginnen met een stuk van Die Lasso, Duits componist. Dat wordt gespeeld op het kleine orgelpositief. Dan gaat Wim 3 psalmen zingen van Huygens. Eerst 2 psalmen bij dit grotere orgelpositief en de 3e psalm is bij het koororgel. Ik wens u een goed concert toe.
Dan volgt nu een groot orgelwerk van Nicolas de Grigny, Frans componist uit Riem. Je schrijft Rijms, het is Riem. En dat is een plaats op ongeveer 150 kilometer van Parijs, tussen Luxemburg en Parijs. Daar werkte Nicolas de Grigny in ongeveer 1695 tot zijn overlijden in 1701. Hij schreef één groot orgelwerk dat bestaat uit een mis voor orgel en dat wordt afwisselend met zangers, Gregoriaans gezongen en ook vijf hymnes gezangen. Eén van die gezangen gaat Henny nu uitvoeren, maar het gaat zoals het ook bedoeld was in afwisseling met Gregoriaans. U heeft de tekst hier op uw tekstblad en de mensen thuis krijgen te zien de tekst van vers 1, hier in de Nederlandse vertaling, maar het wordt gezongen in het Latijn. Daarna speelt Henny de orgelbewerking, die duurt wel 3 minuten, maar dan blijven we thuis gewoon de tekst van vers 1 zien. Als de orgelbewerking geweest is, gaan we naar vers 2, wordt gezongen door Wim en Henny samen, vanaf boven, vanaf het metsorgel. Daarna speelt Henny het tweede stuk enzovoorts, totdat we aangekomen zijn bij de vierde orgelbewerking en daarna zien we nog op de tekst thuis het vijfde vers met tot afsluiting het amen. Dus nu het stuk van de Grigny. Ik ga ook nog zelf even naar boven om de registerknoppen te bedienen.
Wim, bedankt voor het zingen. En Henny voor het orgelspelen. En zojuist heeft ook Anton twee stukken van Walter gespeeld. Bedankt daarvoor. Mooi gelukt. Dan hebben we nu vier toetsinstrumenten, vier orgels beluisterd. De kleine orgels en het grote orgel. Maar nu gaan we ook nog naar de piano. Ons vijfde klavierinstrument hier in de kerk. Martijn gaat twee liederen zingen van Mozart. Eerst een klein lied dat maar kort duurt, anderhalve minuut. Maar daarna een wat grotere kantate van wel zo'n 7 minuten. Dus twee stukken van Mozart, uitgevoerd door Martijn. En heel bijzonder, het eerste lied, dat gaat in het Frans. Je bent pas in Frankrijk geweest, dus je hebt ter plaatse de tekstuitspraak kunnen trainen. Thank you.
Nou, dankjewel Martijn voor het mooie zingen. Het laatste lied ging er vooral ook over. Dat de oorlog moet stoppen. Laten we vrede sluiten. Hè? Zo ging dat in het laatste lied. Dan gaan we verder met twee liederen van Schubert. Ze worden gezongen door Paul. Dan is er voor de mensen hier aanwezig even opletten. De liederen worden in de andere volgorde gezongen. We beginnen met de kruistocht en daarna de bloemenbrief. Eerst de kruistocht. De mensen thuis die krijgen het al op die manier zo voorgeschoteld. Paul, je gaat even nog zelf iets uitleggen over de kruistocht. Ja, de kruistocht is een bijzonder lied in het oeuvre van Schubert. En kort samengevat luidt de tekst, of vertelt de tekst, over een monnik in zijn cel. Hij kijkt door het venster, door het tralievenster. En hij ziet hoe buiten met prachtige wapenuitrusting en banieren de kruisvaarders naar het heilige land trekken. Groots, pracht en praal, maar denkt hij, ik hier in mijn cel heb ook mijn kruistocht, niet in het woestijnzand, niet in het verre land, maar in mijn binnenste, het beloofde land, wat hier voor mij wacht, een contemplatie. Thank you.
prachtig, Paul, deze liederen van Schubert. We gaan verder met Brahms. Ook hele mooie melodieën zult u wel horen. En ook heel mooie akkoorden. En een mooie tekst, alles bij elkaar. Nou, ook nog een goede uitvoering. We doen ons best. Nou, heel mooi gezongen. Dan het laatste optreden, om het zo te noemen, dat is weer van Martijn. U heeft hem zojuist horen zingen, maar nu gaat hij orgel spelen en hij wordt zelfs daarbij geholpen. In één stuk, dat gaat voor twee orgels. Dat wordt uitgevoerd met Martijn op het koororgel en Jan Willem hier op het positief.
Als dat stuk geweest is, dan duurt het hier even, want dan gaat Martijn rustig natuurlijk vanaf het koor naar boven, want naar het bedsorgel voor de laatste stukken. Eerst nog een meditatie van Margarethe Jong en dan psalmbewerkingen tot slot. Fijn dat u hier allemaal was, ga ik nu alvast noemen. En jullie mogen alvast naar het orgel lopen. Ja. En dan kan ik ondertussen nog even noemen de mensen thuis. Als u er een reactie op hebt, positief of negatief, een vraag of een opmerking, laat het gerust weten. Dat zou ik erg leuk vinden, dat stellen we op prijs. En hier de aanwezigen mogen natuurlijk ook met opmerkingen komen. Ondertussen is Martijn aangekomen bij het koororgel daar achterin, 20 meter verder. Even kijken, Jan Willem, daar staat hij aan. Ja, hè? De viervoet. Zo, juist. Oh, dan ga ik nog even naar Martijn ook, want ik moet daar mee helpen met registreren. Succes.
Nou, dankjewel Martijn voor dit mooie besluit van deze uitvoering. Dan wil ik vragen of de 7 muzikanten, zangers en muzikanten, iedereen, Jan Willem ook natuurlijk, die heeft een bescheiden rol gehad, even naar voren willen komen. Dat is zo mooi om even te... En ik wil ook bijzonder bedanken onze koster Gert van Vliet. Fijn dat je vanavond aanwezig wilde zijn en de livestream ook wilde verzorgen. Wat mij betreft mag je ook naar voren komen, maar misschien ben je daar te bescheiden voor. Maar in ieder geval onze dank daarvoor dat je dat hebt willen doen. Martijn staat nog boven. Nou, die hebben we ook al gezien. Dan vraag ik u toch maar een klein applausje voor deze muzikant. Ook voor Martijn. Dank u wel voor uw aanwezigheid en graag tot een volgende keer.